De United Business Fair is gisteren geopend op het KKF-beursterrein. De beurs is ondanks de economische situatie in aantal exposanten gegroeid naar 106. Dit is de vierde beurs die United Suriname organiseert. De hoofdsponsor is de Haakrimbank. Volgens Jim Boussaid, directeur van de Haakrimbank, is dit een mooie zakenbeurs. De circa 100 bedrijven die participeren, ondanks ons land een moeilijke tijd doormaakt, zijn daar een voorbeeld van. De bankdirecteur wees erop dat de economische crisis het vertrouwen van de consumenten en producenten diep heeft aangetast. We zien dat bij het maken van keuzes op het gebied van de consumptie, de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. En ook bij producenten, waarbij pessimisme overheerst om te investeren. Misschien zullen sommigen van u in vertwijfeling zich afvragen, een zakenbeurs nu op dit moment, is het wel zinvol? Het goede antwoord is door de heer Edward Lee zelf gegeven. Hij had een persconferentie en leest hij de ware tijd maar na van gisteren, waarbij hij stelt dat ondanks de slechtste economische situatie in het land is stilzitten geen optie. Anders blijft alles stilstaan. Juist in tijden waarin het slecht gaat, vergroot je door actief te zoeken naar businessmogelijkheden de kans om uit de crisis te komen. Volgens Edward Lee, directeur van United Suriname, heeft hij een kans gewaagd met het wederom organiseren van de businessbeurs. Waar hij had gedacht dat het zou mislopen met het animo, blijkt juist dat mensen zoeken naar mogelijkheden en deze beurs is daar het bewijs van, zegt Lee. 3 maanden geleden zei mijn familie tegen me van, volgens mij moet je die beurs niet doen, want we maken ons een beetje ongerust over dat het of het een succes zal worden of niet. Maar ik heb het toch gedaan omdat ik denk dat juist in een tijd van economische neergang men echt op zoek is naar mogelijkheden. En wat je dus... Dankjewel, ik heb die gamble genomen en we hadden gelijk. Mensen zijn op zoek op zo'n mogelijkheden. En je ziet duidelijk dat de nieuwe generatie, ongeacht de economische misstanden en wantoestanden en hoe je ze allemaal wil noemen, ik wil geen namen en ik wil geen vingers wijzen, dat die wereld gewoon door is gegaan. En nogmaals, de beurs is het bewijs van. Het is niet iets van Edward Lee, het is niet iets van United. Het is iets van mensen die op hetzelfde moment op dezelfde manier denken. Edward Lee, directeur van United Suriname en trekker van de United Business Beurs. De beurs is gistermiddag gestart en duurt tot en met zondagavond op het KKF-beursterrein.